al reeds meerdere jaren geven van Moer Logistics en INEOS elkaar de hand wat betreft de logistieke activiteiten. Zo bouwt van Moer Logistics onze hub uit, een opslagdepot voor tankcontainers in onze vestiging in Zwijndrecht. Daarboven maken we ook gebruik nu van het centraliseren van al onze afgevulde materialen. Zijn onze drums en IBC's die bij Van Moer afgevuld worden, komen nu centraal te staan in één groot nieuw ADR-magazijn. Ik denk dat deze installatie echt wel uniek in zijn soort is, maar vooral het concept in zijn geheel. Ja, one-stop shop, de perfect flow. Tot voorheen, als we capaciteits- of opslagproblemen hadden, dienden wij over te voeren naar externe magazijnen, wat toch wel zorgde voor wat verkeer op de baan, dat nu eigenlijk verholpen is. Ja, als je vandaag kijkt met deze investering, dus vanaf de tanks vol stockeren, opwarmen, afvullen, cleanen en herstellen, dus de cirkel is helemaal rond vandaag. Ik denk dat wij serieus mogen rekenen op de expertise die Van Moer heeft, waardoor wij ons meer kunnen focussen op onze kernactiviteit, wat de chemie is en de life science. Het sustainability-verhaal wordt steeds belangrijker. In de nieuwe flow van INEOS gaan wij dagelijks shunten naar hier, om hier het product af te vullen naar de IBC. En ook dat traject gaan wij met biofuel trucks doen, waar we 80% op waterstof en nog 20% op diesel rijden. Ja, voor mij is de relatie met INEOS echt een partnership. We kunnen niet enkel spreken over de perfect flow, maar ook over de perfect match. Ik hoop dat dit nog lang mag duren.